Ik zit gewoon te stralen en ik hoop jullie thuis ook. We gaan nu even doorschakelen weer naar de Late Night Show. En we hebben het vandaag over eenzaamheid onder jongeren. En hoe speelt zich dat dan af en hoe gaat dat? Jongeren zelf gaan er dus weer over vertellen. Dat hebben ze net ook al gedaan. En ik heb eigenlijk gelijk een vraag voor Gina. Want Gina, voel jij jezelf wel eens eenzaam? Wat een leuke vraag, Sanji. Ja, de afgelopen tijd heb ik me ook zeker wel eenzaam gevoeld. Dat waren ook zeker op momenten dat alles weer dicht ging, dat ik niet met vriendinnen uit eten kon. En ik denk dat heel veel jongeren dat thuis herkennen. En daardoor proberen we ook de taboe te doorbreken met mijn twee gasten, Nina en Eva. Nogmaals, welkom. Leuk dat jullie er zijn. Dankjewel. En jullie zijn van de gemeente, hè? Hiervoor hebben we daar ook over gehad. Eva, kan jij in het kort nog een keer uitleggen waar de gemeente op dit moment mee bezig is samen met het Jongerenstadslab? Ja, bij het Jongerenstadslab gaan we echt met jongeren in gesprek over wat eenzaamheid nou is voor hun. En ook wat wij als gemeente kunnen doen voor jongeren. Dus wat willen jongeren nou echt en wat gaat helpen? Over de eenzaamheid. Over de eenzaamheid, ja. Oké. En jullie gaven net ook al aan dat er binnenkort een evenement is. Kan je dat wat meer over vertellen? Ja, we organiseren dus op 26 januari organiseren we het eerste Stadslab over dit thema, over eenzaamheid. Dus we willen iedereen die nu kijkt ook vragen om daar meld je aan. Gratis pizza, wees erbij. En waar kunnen ze zich aanmelden? Via www.jongerenstadslab.nl. Oké, top. Oké, we hadden het net al erover dat jullie je ook wel eens eenzaam voelen en dat we die taboes proberen te doorbreken. Voor de jongeren thuis, hebben jullie daar een tip voor? Hoe voel je je minder eenzaam? Wat kan je het beste doen als je echt even in een dipje zit? Eva? Ja, als je echt in een dipje zit. Ten eerste, praat er gewoon ook over. Wees er open over. Dat lijkt me eigenlijk wel de belangrijkste tip om mee te geven. En dan kan je samen kijken wat voor jou nou handig is om te doen. Want voor iedereen is eenzaamheid heel anders. Het kan komen door heel verschillende oorzaken. Dus ja, er is niet per se één gouden tip om te zeggen van nou, zo moet je het meteen gaan doen. Ja. Dus praat erover en kijk gewoon wat dan voor jou handig is. Ja, en ja. Nina, als je om je heen merkt dat iemand zich eenzaam voelt, heb je daar een gouden tip voor? Ja, vraag er ook naar. Weet je, vraag naar als je een tijdje niet iets hoort van een vriendin of van een vriend. Vraag even van ja, hoe gaat het? En als je dan een vaag appje krijgt, zeg dan ook bel iemand op, ga even langs. En als iemand zijn verhaal doet, luister ook echt. En ga samen iets leuks doen. Help elkaar er een beetje doorheen. Ja, en ik denk ook wel dat het belangrijk is dat wij als maatschappij wat meer voor elkaar gaan doen. Want Rutte op zich mag alles wel weer open. Hoe kunnen wij inderdaad als maatschappij ook vanuit het perspectief van de gemeente, hoe kunnen we ervoor zorgen dat we samen eenzaamheid bestrijden? Nina? Ja, wat we belangrijk vinden is gewoon dat je erover gaat praten. Dus dat we echt zeggen van ja, zeg het gewoon, geef het toe. Doe niet altijd alsof alles goed gaat. Iedereen vindt die lockdown vervelend. Heel veel mensen hebben er moeite mee, dus geef dat ook gewoon aan. En kijk niet alleen naar Instagram, naar wat iedereen wel doet. Of op TikTok, van oh, die zijn allemaal leuke filmpjes aan het maken. Of die doen allemaal leuke dingen. Maar zelfs diegene die dat leuke filmpje online zet, voelt zich ook eenzaam. Dus ga gewoon met elkaar erover praten. Ga dingen doen. Misschien kan je wel andere mensen helpen. Vrijwilligerswerk in de wijk, via welzijnswerk of op een andere manier. Dus ga zo een beetje kijken, wat kan je voor elkaar doen? Ja. En Eva, heb jij wel eens een Instagram-foto of een TikTok-filmpje gezien waardoor je ineens heel eenzaam ging voelen? Ik moet heel eerlijk zeggen, ik ben een van de weinige jongen die geen Instagram heeft. Oh, wauw. Sorry. Oh, echt niet? Nee. Nee. Wat heb je dan wel voor social media? Ik heb nog steeds Facebook, omdat ik er steeds wat minder mee doe. Dat merk ik wel, dat ik dat gewoon een beetje wegga. En ik kijk mee met de... Ik ben mijn vriend met Snapchat. Okay. Dus dat wel. Maar dat ook geen TikTok? Nee, zoals toen als mijn vriendinnen daarop bezig zijn, dan kijk ik ook mee. Maar okay. Ik moet heel eerlijk zeggen, nee. Oh. Ja. Oké, okay. En Nina, heb jij wel social media? Ik heb wel social media. Okay. Gelukkig. Maar heb jij dan wel eens een filmpje gehad waardoor je ineens heel eenzaam voelde? Ineens ja, toch best wel snel. Bijvoorbeeld gisteren, weet je, het was tweede kerstdag. En
ik had bewust, ja, ik ging gewoon samen met mijn vriend gewoon niet zoiets bijzonders doen, maar we zaten thuis en toen zaten allemaal mensen hele leuke dingen te doen met allemaal familie en heel veel vrienden. En toen dacht ik, oh, misschien hadden wij ook wel iets moeten plannen of hadden we meer moeten doen. Dus dat je wel ineens denkt van, dat je bijna gaat twijfelen aan je eigen beslissing ook daardoor. Terwijl het ook soms fijn is om even alleen te zijn, ja. Maar soms door Instagram denk je, oh, misschien was dat toch niet de bedoeling of zo. Dan ga je twijfelen aan jezelf. Ja, maar niks specifieks van Kylie Jenner een keer gezien dat je dacht van, oké, okay, fuck my life. Nee, nee, dat niet. Het zijn gewoon meer momenten. Ik denk vaker eigenlijk als andere mensen bijvoorbeeld dingen posten of zo. Ja. En wel in het buitenland. Ik heb best wel ook wat mensen die in het buitenland wonen die dan wel allemaal leuke dingen mogen doen. En lekker uit mogen gaan en drankjes doen terwijl wij hier in lockdown zitten. En dat is wel, ja, ja. Dan voel ik me ook wel van soms alleen als je dan in je eentje thuis zit op je kamer, weet je wel. Ja, ja, en we hadden het net met Eva over, die deed heel kort even voor hoe zij het met haar vriend dan bijvoorbeeld over eenzaamheid heeft. Ja. Heb jij het er wel eens over met je vriend, over eenzaamheid? Ja, we hebben het er wel eens over. Gewoon dat ik wel, als we wat minder lekker in ons vel zitten, maar mijn vriend kan dus heel goed alleen zijn. Maar die voelt zich wel niet eenzaam. Ik heb wel wat minder. Ik hou echt heel erg van contacten en zo. Ja. Maar hij kan gewoon prima een hele dag in zijn eentje zijn. Dus het is ook niet altijd dat als je alleen bent, dat je per se eenzaam hoeft te zijn. Ik denk dat die connectie heel veel gemaakt wordt. Maar het is gewoon wanneer je het zelf vervelend vindt of echt die connectie mist. Ik denk dat je dan meer echt eenzaam bent, maar als je het prima vindt, kan het natuurlijk ook. Ja, en misschien is dat ook wel een tip voor ons allemaal. Leer ook om alleen te zijn en om het fijn te vinden. Yeah. Gewoon quality time met jezelf. Yeah. En heeft je vriend daar wel eens tips over gegeven van hoe kan je goed alleen zijn? Hoe kan je goed alleen zijn? Ja. Nou, hij doet het gewoon. Ja, ik heb het wel, moet ik zeggen, juist door de lockdown wat meer dat ik het waardeer. Dat ik nu ook merk van, ik wil ook gewoon lekker mijn eigen dingetje doen. En gewoon lekker me-time, lekker maskertje, gewoon heel rustig aandoen. Of lekker, ik hou ook best wel van koken. Dat ik lekker daarna ga kijken en receptjes ga uitzoeken en dat soort dingen. Maar ja, hij vermaakt zich gewoon. Ja, hij heeft er niet echt tips voor. Ja, nee. Ja, je moet gewoon kunnen. En ik denk ook wel dat het met tijd went. En ik denk ook, we hebben heel veel tijd nu met corona helaas om alleen te zijn. Dus ben er vooral aan, denk ik. Ja. Eva, heb jij wel eens quality time met jezelf en wat doe je dan? Ja, zeker. Ja, voor mij, om er een beetje op aan te vullen. Ik heb het wel echt ook moeten leren dat ik een tijdje had van dat ik even wat meer echt alleen zat en dat ik ook opeens zoiets had van maar hoe doe ik dit nu alleen zijn? En waar ik vooral toen mee struggelde is dat ik eigenlijk ook niet eens wist wat ik dan zelf ook wilde doen. Van waar ligt dan mijn passie om mee bezig te zijn als ik alleen ben? En daar ben ik toen meer op zoek naar gegaan van, oh nou ja, ik vind het dus heel leuk om dingen te knutselen, om creatief bezig te zijn. Dus nou ja, koop je wat knutselspulletjes en dan ga je daarmee aan de slag. Ja. Maar in die zin moest ik het toch een beetje gaan zoeken. Zo van, ja, wat wil ik nou eigenlijk? Wat vind ik nou echt leuk om te doen? En dat helpt dus echt om alleen te kunnen zijn. Als je gewoon weet ook wat je leuk vindt om te doen. Ja, en wat volgens mij ook wel een voordeel is. Kijk, als je een cv maakt, dan moet je vaak hobby's of interesses. Ja. Ja, wat ik altijd neerzet is films kijken en eten of koken. Of zo, maar dan wat netter te laten lijken. Maar nu heb jij door corona, dat is wel een positief ding. Heb jij echt kunnen uitzoeken wat je hobby's zijn? Ja. En ben je eerlijk over je interesses? Want ja, om eerlijk te zijn. Ja, als ik de hele dag niks heb te doen heb, dan lig ik gewoon in bed. En dan zit ik gewoon echt series te kijken. Maar dan voel ik me niet eenzaam. Ik kan oprecht heel goed alleen zijn. Ja, tuurlijk zijn er wel momenten dat je je eenzaam voelt. Maar ik denk inderdaad van wat het belangrijkste is. Doorbreek die taboes. Praat er met je vrienden over. En praat er echt over. En leer alleen zijn. Dat denk ik dat het echt het belangrijkste is. En inderdaad, als je een vriend hebt. Zucht even een paar keer. Jongens begrijpen niet altijd als er iets mis is. Geef gewoon nog een paar extra hintjes. En dan gaat hij sowieso vragen. Hé schat, is er wat? En dan kan je over je gevoelens praten. Dan ben jij niet degene die het elke keer aankaart. Maar oké, 2022 komt er alweer aan. Nina, heb jij nog voornemens voor 2022? Ik ben op zich best wel blij ook hoe het nu gaat. Dus ik had juist een beetje als voornemen dit jaar wat meer stilstaan bij wat ik allemaal bereikt heb en wat allemaal goed gaat. Ja. En dat gewoon doorzetten in plaats van altijd maar meer willen. Ja, en Eva, heb jij voornemens? Nee, daar sluit ik me eigenlijk wel helemaal bij aan. Juist eigenlijk omdat we nu een jaar of bijna 2 jaar ondertussen tijd hebben gehad om
ja, dus alleen zijn met onszelf bezig te zijn, ben ik meer gaan waarderen wat ik eigenlijk al heb en wat ik al kan. En, ja. Wauw. Nou, dit was het alweer voor vanavond. Dames, nogmaals, dankjewel dat jullie tijd hebben genomen voor ons. Ook jij thuis bedankt, maar je hoeft nog niet weg te zappen, want we hebben nog een paar leuke rap battles. En mij zien jullie morgen weer. Doei doei!